De Nationale Democratische Partij, NDP, dringt aan op effectieve sancties voor betrokkenen, inclusief hoge functionarissen, die verantwoordelijk zijn voor de gebrekkige transparantie vanuit de regeringszijde. Zo stelde NDP-DNA-lid Ebru Jones gisteren tijdens een persconferentie van de partijfractie. Jones heeft een concrete casus genoemd waarin de LVV-directeur zichzelf meer dan 1000 hectare grond toekende zonder afdoende verantwoording. Hij beklemtoont dat dit cruciaal is om de belangen van de samenleving te beschermen. Jones verwacht een duidelijke reactie vanuit de regering en de president zelf. En we kennen de procedure met betrekking tot het aanvragen van grond voor landbouwdoeleinden. Dat betekent dat je van LVV een goedkeuring moet krijgen. Dat betekent dat de directeur zichzelf goedkeuring geeft om meer dan 1000 hectare grond van de samenleving af te pikken. En wanneer je dat aanhaalt in DNA, krijg je geen concreet antwoord van die regering, maar je krijgt een vrucht antwoord. En dan heb je DNA die juist ervoor zorgt te zorgen dat we het controleren en antwoord afdwingen van die regering. Zien we dat een lid, althans delen van de Nationale Assemblée, die juist in een beweging gaat met die regering. En dat is een zorgwekkende ontwikkeling. De NDP-fractieleden roepen op tot hard optreden tegen corruptiepraktijken, zoals bij onregelmatige aanbestedingen en landaankoop. Jones vraagt zich af waarom specifieke projecten door de regering zonder juiste verantwoordelijkheid worden uitbesteed. De vraag is, en dat is die vraag die ik heb gesteld, waarom is het misschien dat de minister van OE zegt, ik wil me niet bezighouden met corruptieve zaken, dus if you want, you do it, LVV. Of is de minister van OE onderdeel van die corruptieve aandoening? Dat weten we niet. En daarom juist vragen wij aan die regering en aan de minister van LVV, wat is jouw belang bij het aanbesteden van die werken? En als we kijken naar die aanbesteding van die werken, ga je zien dat in eerste instantie ze een veel lagere bedrag waren. En uiteindelijk, door habra-kadabra, wordt het een veel hoger bedrag. De vraag is, wat is er gaande? Wanneer we kijken wat er gebeurt met het graven van een kanaal vanuit Wageningen naar, om watertoevoer te brengen naar de rechteroever van de rivier, zien we dat bijna 28 miljoen US dollar daaraan wordt besteed. En het wordt niet gegund, het wordt toegewezen aan een ondernemer waarvan we weten dat die geleerd is aan de regerende partij. En DNA-lid dringt aan op transparantie en actie vanuit de regering tegen dit soort onregelmatigheden. Zijn fractie wil dat de regering verantwoording aflegt en maatregelen neemt tegen wanbeleid.